concept area met wisselende merken, gadgets, geuren en huidverzorging voor de man. En de ontmoetingsplek in het hart van Amsterdam, de Isaaksbar. Bij deze herenafdeling kun je niet alleen terecht voor een complete look, ook voor een opvallend item, de nieuwste trendy merken. En dat is nog niet alles. Je krijgt er ook stylist Bastiaan van Schaik bij als je personal shopper. Vandaag krijg ik naast een rondleiding ook van alles te horen over modetrends, lanceringen, nieuwe merken en over personal shopping. Bastiaan, wat goed je te zien. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Dit is wel echt een eyecatcher, hè? Ja, het is prachtig. Het is net een paar maanden open, deze bar. Vernoemd naar Isaak, niet de oprichter van de Bijenkorf, maar wel een neef van de oprichter. En eigenlijk heeft Isaak ervoor gezorgd dat het eruit ziet zoals het nu is. Ja, we zijn hier omringd door mooie merken. Ja, klopt. Eigenlijk van designer tot en met wat meer formeel. Je kan hier eigenlijk wel alles wel vinden. Gewoon. Hoeveel merken zijn er? Ja, 850 merken dus. Het is echt wel stevig. En als ik echt advies wil hebben, dan kan ik bij jou terecht. Ja, dan kun je bij mij terecht. Gewoon. Ik ben hier personal shopper bij de Bijenkorf. Hoe werkt dat? Nou, het werkt heel makkelijk. Je kan ons gewoon benaderen via e-mail, via de site. En dan hebben we van tevoren even contact. En dan krijgen we ook een foto van je als het goed is. Dan krijg je maten. En dan gaan wij voor je shoppen. En dan kom je bij ons langs in de lounge. En dan hangt eigenlijk alles klaar in jouw maat. Dus je hoeft alleen maar nog maar te passen eigenlijk. En dan loop je hopelijk tevreden de deur uit. En het is gewoon een kosteloze service van de Bijenkorf. Dus de personal shopper zelf hoeft niet, dat kost niks. Je rekent eigenlijk alleen maar af wat je aanschaft. Maar in het kader van klerenmakende man, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij mij zou adviseren. Nou, we hebben een hele winkel vol. Laten we gaan kijken. Doen we. Naar jou. Dit is dus mijn favoriete afdeling. Dit is de heren designer afdeling. Hier vind je eigenlijk alle grote wereldmerken. Dus als je echt een modehart hebt, dan is het ook wel. Ja, hier kan je altijd wel iets vinden. En hier ga je iets kiezen voor mij. We kunnen hier het kiezen, maar ik denk dat we beter even naar heren formeel kunnen gaan, want ik denk dat het meer jouw stilo is. Maar voor mij mag je ook in zo'n Versace pufferjas, hoor, als je dat wil. We gaan voor stilo. Oké, we gaan voor stilo. Dan gaan we die kant op. Oké. Bastiaan, waar moet de man van nu aan denken? Nou, eigenlijk is het gewoon build your wardrobe. Dus investeer in goede stukken die je langer kan dragen. En mannenmode verandert toch niet zoveel. Zeker als je een bepaalde leeftijd bent. Een goed kostuum of een aantal goede kostuums. Het goede overhemden, mooie stropdassen, schoenen, sokken. En investeer daarin. En hou dat als basis en beef dat op. Elk seizoen koop je gewoon iets erbij. En dan heb je echt lang plezier van je garderobe. En wat gaan we met de feestdagen doen? Nou, met de feestdagen, in ieder geval een smokingjasje, minimaal. En hoe je dat dan combineert, dat kan je natuurlijk heel formeel doen met strik en overhemd en bijpassende broek. Maar ik denk dat het op dit moment heel leuk is als je het in de mix gooit. Maar je kan het ook anders leuker aanpakken, kooltruitje, spijkerbroek erbij, een paar lakschoenen om het even wat nieuwer en moderner te houden. Ja, dit is dan de personal shop lounge. Hier ontvangen we je dan dus. We hebben dan inderdaad wel. Nu hangt er maar een beetje weinig voor jou, omdat we snel door de winkel heen zijn gelopen. Maar normaal hangt hier dan bijvoorbeeld 10 smokingjasjes die je heel snel kan gaan passen. Je kan lekker zitten, een glas champagne erbij, of een koffie of thee, een koekje erbij, of een pizza. Wat je maar wil, eigenlijk is alles mogelijk. Hoe lang duurt zo'n afspraak ongeveer? Het hangt een beetje vanaf wat je zoekt, maar dat kunt tussen de 1,5 tot 2 uur zijn ongeveer. Ja. Het is maar net wat bij dames duurt het meestal wat langer, bij heren gaat het wat sneller, omdat de heren toch wel vrij het is makkelijke kleding. Bij vrouwen toch al snel dat alles nog. Het zie je er voor meer bij dames. Gewoon. Ja. Dus nou kom, laten we lekker gaan passen. Je nieuwe outfit. Ik sta buiten, mocht je me nodig hebben. Ja. Nou, Bas, ik ben klaar. Top, ik ben heel benieuwd. Tadaa. Ah, nou super. Ja, ik vind het leuk met zo'n jeans, omdat je het dan toch. Ja. Dit is echt voor downtown als je uit eten gaat en zo. Ja, met de lakschoenen ook nog, de laklaarsjes erbij, dat geeft net even dat extra gevoel. Maar ja, wil je het formaliseren, dan doe je gewoon een zwarte pantalon onder, wit overhemd, strik, en dan kan je het weer op een andere manier dragen. Maar het is gewoon zo'n mooi statementjasje, dat ja, prachtig. Ja, Bastiaan, dit wordt de outfit voor de feestdagen. Dit wordt het zeker gewoon. Ik denk dat je er heel gelukkig van wordt. Trek alles uit, dan pak ik alles in en dan gaan we nog een drankje doen bij Isaaks. Klinkt goed. Ja. Hartelijk dank voor het advies. Nee, graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk, maar we hebben wel een drankje verdiend. Absoluut. Ik heb lekker de signatuurcocktails laten maken van Isaak. En geniet ervan. Ik zou zeggen, proost. 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 Dankjewel. Graag gedaan.